Okay. Zo, daar zijn we dan met nieuwe haantjes, nieuw koepje, dankzij mijn eigen dochter, oftewel kapster aan huis, mijn persoonlijke styliste. Maar natuurlijk moet ook deze kapster betaald worden. Gaan we dit doen uit de portemonnee met de eurotjes? Nee, dit gaan wij doen via Deccoin. Ik wil jullie graag meenemen hoe Paul mijn rekening gaat betalen van 1 euro weliswaar. Ja, maar ik wil jullie graag laten zien hoe dat te werk gaat. Luister, kijk en huiver. Nou, helemaal goed. Nou, dat gaan we dus eventjes doen met inderdaad Deckwallet. Ik heb hem op mijn telefoon staan. Dus ik klik gewoon op Deckwallet, dan opent hij. Even voor het gemak zonder nog code. Ik heb, zoals je ziet, een kleine 42 DEX in mijn wallet staan. En ik kan nou op de telefoon van Chantal kan ik de rekening gaan betalen. Nou, hier is haar QR-code van haar rekening al zichtbaar. Als ik naar Send ga, dan kan ik mijn cameraatje aanzetten. En ik scan haar walletadres. Dan zegt hij, kijk, dit is het walletadres waar het naartoe moet. Ja, dus dit is jouw rekening, Chantal. Nou, we gaan er alvast maar even vanuit dat 1 Deckcoin dat die al 1 euro waard is. Dat zou mooi zijn. Nou, dan zie je dus dat ik 1 Deckcoin erin heb gezet. Die moet naar jouw adres wat ik net heb gescand. En als ik stuur send, dan is hij weg. En ik denk... Ja. Hij is er al. Dus ik heb met de snelheid van het licht, zeg maar, heb ik van mijn telefoon naar de telefoon van Chantal, naar haar rekening, zonder tussenkomst van een bank, zonder kosten. Ja, 0,0005 cent kost deze transactie. Nou, daar kan je wel een paar transacties voor doen natuurlijk. Heb ik dit gewoon betaald? Stel je nou eens voor dat die QR-code op de toonbank van een winkel ligt. Of op de toonbank van, of op de bar van een café waar je even zit te eten. Uiteindelijk is op deze manier gewoon het van mij naar degene die de rekening heeft, de winkelier, de barkeeper enzovoort, is die rekening gewoon op deze manier te betalen. Zou die rekening ergens in, weet ik veel waar, Amerika staan en ik scan de QR-code op de website van die webshop, dan is die betaling ook gewoon binnen een seconde gedaan, zonder kosten. Nou, denk je nou maar eens in wat dat voor de wereld kan betekenen. Kijk, in Nederland kennen we dat contactloze pinnen natuurlijk ook gewoon allemaal. Dat is allemaal super makkelijk. Maar dit is wel eventjes andere technologie. Deckchain maakt dit mogelijk. Geen enkele andere cryptocurrency heeft het op deze manier al voor elkaar. Dus ik zou zeggen, weet je, kijk er eens naar. Vraag bij Ferdi of bij mij naar meer informatie als je dat kan gebruiken. Maar dit is eigenlijk waar het om draait. Gebruiksgemak. Al die andere cryptocurrencies zitten met name in het investeren en winnen en verliezen van hopelijk veel geld. Wij verliezen natuurlijk niet. Dan hoop je dat het een beetje beperkt blijft. Maar dit is wat echte waarde creëert. Het feit dat je een cryptocurrency tegen onnoemelijk lage kosten supersnel kan gebruiken. Dat we met een legaal bedrijf aan de slag zijn die Estoonse licenties heeft gekregen. Dat er een heel legal team zit om dit in de wereld ook gewoon in te passen in het huidige model. Nou weet je, ik zou zeggen, als dit je aanspreekt... En ik kan me niet anders voorstellen dan dat het dat doet. Neem dan even contact op, want ja, we laten je graag daar meer over zien. Dankjewel. En je ziet er prachtig uit. De Ferdi hebt super geknipt, Chantal. Dus nee. Even nog even zoomen. Want ook daar kunt u terecht. Helemaal goed. Helemaal en goed. Betalen met Deckcoin. Ja. Zo is dat. Hasselhoel. Kijk. Nou, top. Ja, weet je.